Hallo kijkers, ik heb met Mark Toy Story 4 gezien en ik ga jullie nu vertellen het verhaal van Toy Story 4. Ga ik jullie nu vertellen. Toy Story 4 begint met dat Bonnie voor haar eerste dag naar de peuterschool gaat voor de kennismaking. En ze is heel sip omdat ze geen speelgoed mag meenemen. Maar Woody die volgt haar stiekem en... Die volgt haar stiekem. Op de peuterschool eenmaal is het knutseltijd. En dan gaat Bonnie, probeert dan wat te knutselen. Maar is niks om te... Nee, maar ze weet nog niet wat ze gaat knutselen. En Woody, die pakt wat spulletjes voor Bonnie stiekem. En zodat Bonnie iets kan maken ermee. Uiteindelijk maakt Bonnie Forky. Dit is Forky. Hij is gemaakt van een vork. Eenmaal thuis vertelt Woody over Forky naar zijn vrienden. Naar het andere speelgoed. Het andere speelgoed is verrast, zoals jullie hier zien. Forky denkt dat hij afval is en gaat in de afvalbak liggen, omdat hij dat lekker vindt liggen. Dan gaat het speelgoed op kamp, samen met Bonnie en haar ouders. Maar Forky ontsnapt. En dan begint er een heel groot avontuur. Want Forky, die zegt dat hij geen speelgoed is. En als hij dat zegt, begint een heel groot avontuur. En dan sprint je de camper. En wil je het hele verhaal weten, dan moet je nu in de bioscoop naar Toy Story 4 gaan kijken. Hij draait namelijk nu in de bioscopen. Dus ga er snel naartoe. En doei!